Goeiedag. Je hebt waarschijnlijk al wat beelden voorbij zien komen. Afgelopen avond en nacht was in het noorden met name, maar ook in het oosten, noorderlicht te zien. Op sommige plekken zelfs met het blote oog. Maar zeker met een fototoestel en een lange sluitertijd, ja, kon je prachtige kleuren zien in de opklaringen. Dit is ook zo'n mooi voorbeeld. En dan zien we zelfs het zogenaamde steelpannetje, de grote beer, hier in het roze-paars van het noorderlicht. Misschien vanavond en vannacht ook nog wel. Vaak zie je dat het twee avonden achter elkaar kan voorkomen. En vanavond is het in ieder geval wel heel helder. Sowieso is er astronomisch een hoop te zien de komende tijd, met een beetje geluk. Want ook een komeet komt in de buurt van de aarde. En mogelijk dat we die na zonsondergang de komende dagen kunnen zien. Je moet dan naar het westen kijken. We hebben overigens op onze website weerplaza.nl meerdere artikelen erover. En ook over hoe zo'n komeet ontstaat, een mooie video gemaakt. Goed, dan het weer voor het weekeinde. Deze ochtend die begon zo. Vrijdagochtend was dit. Beetje grondnevel, zag er heel mooi uit allemaal. En morgenochtend kan dat zeker ook gaan gebeuren. En dan ziet die zaterdag er op zich prima uit. Want ja, de kans op buien is vrij klein. Laten we maar eens naar neerslag kijken. We zien dat de nacht en de ochtend vrij droog gaan verlopen. En dan later op zaterdag, dan komen er wel vanuit het westen buien dichterbij. En die passeren dan in de avond. Dit zijn best pittige buien, die dan in de nacht weer wegtrekken. Maar daarachter zitten toch ook nog wel wat buien. Zondagochtend moeten we er ook wel rekening mee houden dat hier en daar een paar buien gaan overtrekken. Kortom, dan is de paraplu nodig. Maar zaterdag overdag ziet het er best heel aardig uit. Die buien overigens zaterdagavond die gaan gepaard met windstoten. Rond de 75 km per uur, misschien in het Waddengebied nog wel wat hoger. En ook landinwaarts kan bij een enkele bui ja, een stevige windstoot voor gaan komen. En zondag overdag, u ziet het al, in dat Waddengebied blijft het wel stevig waaien. Goed, de kaarten erbij pakken. Zaterdag wordt het overdag zo'n 13 graden, zijn de perioden met zon. En waait er een matige wind uit het zuidoosten. Die wind die draait naar het zuiden en uiteindelijk wordt het een zuidwestenwind. In het noordwesten misschien al aan het loop van de avond daar de eerste bui. In de nacht trekken dan die meest felle buien over. Met die windstoten er ook bij. En zondag overdag, nou vooral in die oostelijke helft van het land, zijn dan nog wel buien mogelijk. Temperatuur ligt weer tussen de 13 en de 14 graden. En er staat een stevige wind, matig tot krachtig, uit het westen tot noordwesten. Dan de dagen erna, dan gaat de temperatuur weer omhoog. Maandag nog een beetje onzeker wat die temperatuur precies gaat doen. Maar vanaf dinsdag komen we gewoon weer in de buurt van de 20 graden. In het zuiden misschien zelfs wel warmer dan 20 graden. Nog een fijne dag en alvast een fijn weekend.